Welkom bij deze video. Vandaag praten we met Lotte uh, over voeding bij honden. Dus wat, uh, ja, wat is nou handig, wat, wat moet je nou doen wanneer je een puppy aanschaft of wanneer je al een oudere hond hebt. Eh, heb je de juiste voeding gekozen? Dus dat bespreken we allemaal vandaag met, uh, met Lotte. We zijn nu in Zutphen uh, in de winkel van Lotte. Ik geef, ik geef Lotte even het woord zodat zij kan vertellen wie zij precies is, wat zij precies doet. Um, ja. Lotte, bedankt dat we hier uh, mogen komen om uh, jou te interviewen over dit, uh, dit onderwerp. Kun je iets vertellen over wat jij precies doet en wie jij bent? Uh... Zeker. Um, ik ben Lotte, ik ben uh, voedingsdeskundige voor honden. Dat uh, betekent dat ik uh, lesgeef over voeding voor honden en mensen dus adviseer over wat je het beste wel of niet kunt doen. Uh, de winkel is een biologische dieren speciaalzaak. Dus wij verkopen eigenlijk alleen maar biologische voeding voor de hond en de kat. En uh, wij geven vooral heel veel advies. En waarom uh, biologisch? Wat, wat, is, wat is daar de uh, gedachte achter? Kun je daar kort iets... Uh... Ja, de reden dat ik een biologische dierenwinkel ben begonnen... is omdat ik uh, vind als je van dieren houdt... dan hou je eigenlijk van alle dieren. Niet alleen van je eigen hond en kat. En uh, dat betekent dat in diervoeding, dus in honden- en kattenvoeding... zitten ook dieren verwerkt. Dus dan wil ik eigenlijk ook wel dat die dieren een fijn leven hebben gehad. Dus dan uh, ja, wil ik eigenlijk wel graag dat dat biologisch is. Maar in jouw... Uh... 80% van jouw tijd door de week. Waar besteed je dat, uh, dat aan? Kun je dat uh, vertellen? Um, het meeste ben ik bezig met zo, zo, sowieso de winkel op orde houden. Maar voor de rest ben ik heel erg bezig met het uh, maken van uh, lesmateriaal, het geven van advies via de mail. Uh, maar ook consulten geef ik aan mensen. Ja, en voornamelijk aan, uh, aan dierenarts, toch? Aan dierenarts uh, assistentes. Ja, ik geef les aan dierenartsen, dierenartsassistenten, maar ook uh, andere professionals, trimsters of uh, andere mensen met een dierenspeciaalzaak over hoe je het beste kunt uitleggen wat je voor voeding moet geven aan de hond. Dus dan moet jij dus ook wel veel verstand hebben van uh, de medische achtergrond uh, qua voeding en uh, wat er allemaal aan de hand kan zijn met een hond. Ja, ik denk wel dat het heel erg belangrijk is. Als je nou niet weet of een hond ziek is of dat je door moet sturen of dat je naar de dierenarts toe moet, dan, uh, dan wordt het wel heel erg lastig. Dus uh, ja, daar geef ik ook les over. En uh, welke opleiding heb jij gevolgd? Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik heb uh, opleiding dierverzorging sowieso gedaan. En ik heb een HBO-opleiding tot voedingsdeskundige voor mensen. Er is namelijk geen opleiding voor dieren. Okay. Dus. Nou, dan praten we in ieder geval wel met een, uh, een echte expert op het gebied van uh, voeding. En dat vind ik altijd wel prettig dat, uh, dat iemand dat kan aantonen uh, middels uh, opleidingen. Dus uh, ja, Lotte is dus veel bezig bij het opleiden van, uh, van dierenartsen, dierenartsassistenten, hoe ze nou het beste kunnen communiceren met, uh, ja, met hun klanten denk ik, hè, met hun, uh, die daar uh, dagelijks over de vloer komen. Nou, de vragen die wij vandaag gaan uh, stellen aan, uh, aan Lotte, dat is voornamelijk van hè, welke, wat voor voeding moet je nou precies kiezen, want dat is ook uh, best wel ingewikkeld in, in de hondenwereld. Daarnaast heb ik ook nog een aantal vragen van, uh, van jullie, van mensen van, van de Facebookgroep. Mensen hebben vragen gesteld aan Lotte, die we, die we dadelijk ook even gaan behandelen. Uh, ik heb hier even een aantal uh, puntjes staan op mijn mobiel. Uh, nou, allereerst, uh, naar mijn idee, zijn er uh, droge, droge brokken, uh, natvoeding en, en rauwe voeding. Uh, dat zijn volgens mij de drie verschillende uitgangspunten zo. Door de bocht. Ja, hoofdzakelijk is dat het wel. Er zijn nog een paar kleine niches, dus bijvoorbeeld gedroogde voeding, maar dat zie je in de praktijk weinig. Dus ja. het is inderdaad brokjes, nat voeding, blikvoeding dus, of diepvriesvlees. Ja, ja. ja hoe, hoe ik het nog mij kan herinneren van toen ik een puppy kocht, dat was het, dus we haalden de pup op bij de, bij de hondenvokken En vervolgens kregen wij een, 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 een zakje puppybrokken mee die we dan ja, nog de komende weken konden geven. Maar vervolgens moesten we gaan kijken van oké, okay, wat, wat gaan we nu doen? Uh, hè, wat, wat, is daarin, uh, wat, wat moet iemand dan doen volgend jaar? Wat, wat is dan de meest handige aanpak? Of hoe kan iemand beslissen welke voeding die de pub gaat geven? Um, als je het hebt over de vormvoeding, dus inderdaad brokjes of diepvriesvers vlees of uh, een rauwe voeding, dan zou ik uh, het, het beste advies wat ik een pup kopen kan geven is blijf op dezelfde voeding. Dus blijf de eerste weken dat je een puppy hebt op dezelfde voeding, want er verandert al zoveel. Dus uh, zeker tot een week of twaalf, zeg maar, blijf op die voeding die je meegekregen hebt van de fokker, al is het niet de beste voeding. Zoveel verandering van huis en alleen zijn en zonder je moeder zijn en allemaal nieuwe dingen is eigenlijk al wel genoeg om heel erg aan de diarree te raken. Dus dus laat hem lekker eventjes op die voeding. En ga dan even kijken wat heb je voor pup. Wat vind je nou eigenlijk handig? En dan kun je eens gaan kijken welke vorm voeding of welke voeding je wil gaan geven. Ja, Oké, okay. maar is het eigenlijk altijd zo dat een puppy brokken krijgt in het begin? Nee, tegenwoordig helemaal niet meer zo. We zien eigenlijk een steeds grotere groep met puppy's die ook bij de fokker vandaan komen, al op een diepvriesvoeding. Um, en dat is ook gewoon een hele goede optie. Het is vooral heel erg belangrijk dat je je inleest en dat je kijkt wat past bij jou, bij je hond, bij je portemonnee en op basis daarvan een keuze maakt. Ja, oké. Okay. Nou, stel voor we gaan er even vanuit uit dat, uh, dat iemand die haalt de pup van de week op en die krijgt een zak uh, puppybrokken mee. Dus gewoon uh, droge uh, brokken. Uh, wat is dan de eerste stap? Hoe lang moeten ze, moeten ze daarmee doorgaan? En, uh, en, dan, en dan de volgende stap. Wat, wat, wat is dan volgens jou, wat zou jij adviseren? Um, wat ik meestal adviseer, wat ik net zeg, is even tot 12 weken sowieso op die puppyvoeding blijven die je gekregen hebt van een fokker. En wil je dan overstappen naar een andere vormvoeding of uh, sowieso een andere, ander soort voeding, dan is dat geleidelijke overstap toch wel waar de meeste honden uh, weinig last van hebben. Dus als je in één keer overgaat op een andere voeding, dan kan dat nogal wat stress opleveren. Uh, met als gevolg dus weer diarree. Uh, maar gewoon langzaam overstappen, zeker als je in dezelfde vorm blijft. Dus als je brokjes geeft en je wil brokjes blijven geven, dan kun je het beste een beetje bij mengen ga je echt over naar een diepvriesvoeding of naar een blikvoeding, dan is een overstap in één keer vaak wel verstandiger. Dus wanneer jij een puppy hebt van acht weken, dan is het raadzaam om even tot twaalf weken te wachten totdat je een andere brok gaat geven, totdat je gaat mengen. Je hebt dan aangegeven van nou, meng dit geleidelijk. Wat bedoel je daar precies mee met geleidelijk mengen van nieuwe voeding? Nou, als de, als de puppy brokjes krijgt, dan is het handig om de eerste dag even een kwart van de uh, nieuwe voeding te geven en, en drie kwart van de oude voeding. En uh, gaat dat goed? Raakt hij dus niet aan de diarree, heeft hij geen rare ontlasting, dan kun je uh, één of twee dagen later kun je gaan proberen om de helft van de voeding te mengen. En zo doe je elke keer een klein beetje meer. In de loop van een week stap je dan meestal over. Heb je nou een puppy die heel gevoelig is, moet je wat langzamer doen. En heb je een puppy die het helemaal niks uitmaakt, kun je gewoon sneller overstappen. Dus het is heel individueel. Goed ja, kijken. Oké, okay, maar dan is dus de volgende vraag van waar stap je dan over als je überhaupt wil overstappen natuurlijk. Maar wat is dan volgens jou dan, uh, heb, jij, heb jij een voorkeur voor een bepaald uh, type voeding? Je hebt dan net hebben we aangegeven, je hebt dus een vaste droge brok, je hebt natte voeding en je hebt diepvriesvoeding, uh, dus uh, rauw vlees. Hè? Uh, heb jij voorkeur voor een bepaalde uh, voeding? Ja, dat is een lastige om... Uh, die vraag krijg ik natuurlijk heel vaak en dat is echt een hele lastige om uh, te beantwoorden. Ik denk dat de vorm van voeding, dus of je een brokje, een blikvoeding of een uh, diepvriesvoeding geeft, dat dat vooral afhangt van wat de eigenaar zelf wil. Dus je mag daar zelf ook gewoon wat van vinden. Er zijn bepaalde redenen om geen brokje te willen geven en bepaalde redenen om juist een diepvriesvoeding te geven. Uh, je ziet bij uh, uh, mensen die streng vegetariër zijn, die de rauwe vleesvoeding een beetje vervelend vinden. Maar ook mensen die bijvoorbeeld kleine kinderen hebben. Het hygiëne oogpunt zou je ervoor kunnen kiezen om dat niet te willen. Uh, dus ik denk dat je je daarin moet leiden door wat je zelf fijn vindt of handig vindt of makkelijk vindt. Het een is niet per se beter dan het andere. Het zit hem vooral in de kwaliteit. Oké, okay, dus het is eigenlijk niet zo dat, uh, dat, dat door de ene voeding een hond uh, beter zou leven of beter uit zou zien of langer zou leven. Dat, dat, is, dat is dus niet bewezen als ik, het, als ik jou zo goed uh, begrijp. Nou, ik denk gewoon dat niet dat het zo zwart-wit is. Je hebt, uh, je hebt een, uh, de vorm van de voeding bepaalt niet hoe goed het is. Je hebt namelijk een, een, een hele mooie uh, brokjes, hele goede brokjes. En je hebt heel slecht diepvries vers vlees. Dus dat is een beetje, uh, een beetje lastig te zeggen. Um, als je kijkt naar wat de meest natuurlijke en onbewerkte vorm is, dan is dat diepvries vers vlees. Maar is voor heel veel mensen in een goede kwaliteit helemaal niet te betalen. Dus, dus eigenlijk is uh, vers vlees, als dat in de beste, de beste kwaliteit is, dan zou dat de beste voeding zijn voor een hond. Ja, dat denk ik wel. Ja. En dan het liefst uh, aangevuld met wat plantaardig materiaal, wat groenten en wat uh, uh, zetmeelrijke groeten kan. Um, maar het alle, Wij weten voor onszelf eigenlijk ook wel dat een biologische voeding uh, in volle grond mooi gekweekt, ja. niet uit de kast, dat dat het beste is. Nou, dat is voor honden hetzelfde. Ja. Oké, okay. en is daar dan een uh, is dat een bepaald merk die dat dan ook. Uh, hoef je niet te noemen hoor. Dat, uh, de... <laughs> nee, nee, nee. nee. Dat, daar ben ik niet uh, op uit. Nee, maar is er een bepaald merk die dan zijn er echt toonaangevende merken die uh, die vestvlees op op een goede kwaliteit aanbieden? Nou, waar ik vooral uh, op zou letten en dat is ook waar ik meestal in adviseer is uh, de prijs zegt best wel wat over de kwaliteit van het vlees. Dat is uh, um, heel goedkoop vlees kan gewoon niet briljant zijn en vlees is soms ook wel overdreven duur. Um, ik denk dat er een aantal merken zijn die al heel erg lang bestaan en die hun kwaliteit al heel lang bewezen hebben. Dus daar, daar zou ik vooral voor kiezen. Dus voor de, voor de vleesfabrikanten die dit verkopen, de prijzen omhoog doen, denk ik. Hè? Dan, euh, dan denken de mensen dat het. Eigenlijk. Nee, grappig graf. ja, ja, okay. dus Als ik je goed begrijp, Lotte, dan is dus vers vlees, als dat van de goede kwaliteit is, dan zou dat in feite het, het beste zijn. Maar je geeft dan aan van hè, dat dat. Uh, als wij dat voor de mens, uh, de, alles natuurlijk is en uh, van, van, van de juiste bodem is, dan, dan is dat uh, van ons, voor ons natuurlijk ook goed. Maar daarbij gaf je nog aan van uh, als je voor vestvlees kiest en die kwaliteit dan uh, kiest. en je, je wil dat, dat bedrag voor betalen, want dat is ook duurder, denk ik dan. Uh, je noemde daar nog wat andere dingen van: je moet dan ook nog dit en dit erbij doen. Wat, wat is dat concreet? Nou, een, uh, het is uh, bewezen dat een voeding van alleen uh, vlees, dus waar geen plantaardig materiaal in zit. Uh, en geen toegevoegde vitamine en mineralen, dus op lange termijn niet helemaal compleet is. Er zijn een bepaalde vitamine die, je dan, die dan ontbreken. Dus ik zou er wel voor kiezen om daar dus een uh, of een groentemix of een vitamine- en mineralen preparaat aan toe te voegen. Maar hoe ja. weet iemand, uh, want dat, dat klinkt heel vaak voor mij, zeg maar. Hoe, hoe, ja, stel voor, ik, ik ik wil dat nu doen. Hoe weet ik dan nou precies wat voor soort vitamine, wat voor uh, preparaat? Wat, kan ik dat ergens vinden, die informatie? Of, is dat, uh, of kan ik dat, uh, kun je dat vertellen aan mij na de hand van het interview, dat ik dat. Nog uh, onder dit interview als omschrijving erbij kan vertellen. Of ik snap dat je er misschien niet zo meteen in je hoofd hebt zitten. Zit kun je even over na te denken. Ik, uh, um, ik denk dat het beste advies wat ik daarin kan geven is op het moment dat je een puppy hebt en je wil dus een Diepvries vers vlees geven, dat je dan een Diepvries vers vlees neemt wat compleet is. En wat compleet is gemaakt door middel van een toegevoegde premix. Dus een vitamine en mineralenpreparaten. Dan weet je zeker 100% zeker dat hij alles krijgt in de goede hoeveelheden en geen tekorten oploopt. Ja. Dat zou ik, <laughs> nee, nee, maar dat zou ik doen, okay. ja. Maar dus dan, dan staat er dus bij dat product in de omschrijving, staat dan van, uh, er zijn dus mineralen toegevoegd aan het vlees. Dan is het dus wel bewerkt vlees dan? Uh, bewerkt is wat anders. Bewerkt betekent vaak verhit of, uh, of op een andere manier verwerkt. Um, bewerkt, dit is toegevoegd. Dus daar staat meestal op uh, uh, vitamine en mineralen toegevoegd. Nou, zoals we zojuist besproken hebben is dus vers vlees, als dat uh, van, de, van de goede kwaliteit is, uh, is dat een, een, een goede keuze. Um, maar uh, Lotte heeft net wel ook aangegeven dat het, uh, ja, de, ze benadrukt echt meerdere keren dat het wel heel belangrijk is dat je dan de goede kwaliteit uh, kiest. Uh, ja, we kunnen niet, uh, we gaan geen merken noemen of wat dan ook. Het uh, is wel een beetje jammer natuurlijk dat we dat niet kunnen doen. Uh, ja, dat is uh, op zich wel uh, handig eigenlijk als we dat zouden weten. Van wat is dan nou goed? Maar uh, kun je ons enigszins een kant op sturen van uh, waar we dan inform ja, Hoe weten we dan wat nou goed is? En je, ge je geeft net aan van de prijs. Ja, stel voor een, een, een B-merk die, die verhoogt, die ziet het interview en die denkt van oké, okay, laat ik snel die prijs even iets omhoog. Dan kun je nog ergens anders naar kijken om te weten dat festvlees dat een, dat een, dat of überhaupt, het zal dadelijk ook bij, bij brokken hetzelfde zijn denk ik, hè, dat, dat je ook zegt van hey, als de prijs, hè, daar kun je ook al enigszins bekijken van of, of, het, of het een goede brok is of niet. Kun je, kun je naast prijs ook nog iets anders zien of, of het een goed merk is of niet, of het een goed product is? Ja, nou ja, wat, wat ik uh, straks ook al aangaf. is dat er zijn een aantal merken met diepvriesvers vleesvoeding. in Nederland en in België. die al uh, 10, 20, 30 jaar lang. een complete diepvriesvers vleesvoeding maken voor, uh, voor honden. en ook geschikt voor puppy's. Um, daar zit eigenlijk altijd een vitamine- en mineralen premix in. om dat compleet te maken. Um, ik zou kiezen voor een van die merken. Um, niet dat de andere merken niet goed kunnen zijn. maar ik zou, bij, zeker bij een puppy. je kunt het maar één keer bouwen. Ja. zou ik willen dat hij goed gebouwd is. Dus dan zou ik zeggen willen weten dat het van een bepaalde kwaliteit is. Ja, ja. Oké, okay, nou dan, dan, dan houden we nu even op met, met, met het fast uh, Dan even uh, qua droge brokken. Uh, dus we, we hebben net natuurlijk al wat gezegd over oh, hoe je nou erachter kunt komen of het een uh, of het een goed merk is of niet, hè. Dus de, kijk naar prijs bijvoorbeeld, maar kijk ook naar van ho hoe lang is dat merk al eh, bestaat dat al. Misschien kun je ook kijken van, hè, Doen zij zelf onderzoeken bijvoorbeeld, hè, hebben zij eh, dierenartsen. Dat, dat, dat heb ik ook wel eens gelezen dat ze dierenartsen um, uh, ja inuren om om onderzoeken te doen. Hè. dus dat dat staat in feite allemaal op op de website. Dus je kunt kijken van hoeveel investeren ze natuurlijk in onderzoeken. Het zijn natuurlijk dan wel onderzoeken die ze dan zelf uh, ja, betalen dus misschien is dat dan uh, niet helemaal uh, Ja, maar, maar goed, je, 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 kunt, je kunt er even naar kijken in ieder geval uh, maar qua brokken, dus er zijn natuurlijk allerlei ook, uh, ik heb voorhand van het interview, heb ik ook nog even gekeken, heb ik even hondenvoer ingetikt in Google Nou, daar kwamen er echt uh, volgens mij meer dan honderd uh, merken kwamen naar boven en ieder merk heeft dan ook weer uh, allerlei verschillende soorten brokken, dus stel voor iemand die heeft zoiets van, uh, ja ik geef mijzelf uh, mijn, mijn hond zelf ook brokken, maar uh, stel of iemand heeft zoiets van: uh, Ik wil brokken gaan geven. Hoe, hoe gaat iemand dan te werk? Qua welke, welk merk gaat hij dan uh, kiezen? Uh, nou, qua merk kan ik natuurlijk niks zeggen, um, omdat het niet helemaal mijn, uh, mijn werk is. Maar wat je wel heel goed kunt doen is, en dat is eigenlijk een heel, heel goed advies... is uh, zoek een voeding die het meeste past bij wat voor puppy je hebt. Er zijn op de markt natuurlijk gewoon merken die een voeding hebben voor kleine puppies, grote puppies... maar ook uh, puppies van hele actieve rassen of puppies van minder actieve rassen. En het is vooral bij de hele grote rassen is het heel erg belangrijk... dat je dus kwalitatief een hele goede voeding uh, en dus vaak ook een wat duurdere voeding neemt. Uh, die goed in balans is, want zo'n pup groeit zo ontzettend hard het eerste jaar dat als je hem niet goed bouwt, wat ik net al zei, ja, dan gaat hij echt stuk. Ja. Dus uh, investeer in dat eerste jaar, investeer in die puppyvoeding en na die eerste twaalf uh, maanden dan kun je dan kun je bijmaken gaan kopen. Dat kan, nou, dan kan het in ieder geval veel minder kwaad. Dus uh, uh, wees je vooral heel erg bewust van het eerste jaar van die puppy. Ja, precies wat jij zegt. Doe het eerste jaar goed en daarna is het minder belangrijk ook bij de mens zo? Dat je dan, uh... Ja, dat is bij mensen ook zo. Je kunt maar één keer groeien, je kunt maar één keer botten maken, je kunt maar één keer dat lichaam. En daarna ga je onderhouden. Dus dat onderschat niet hoeveel uh, geld je bespaart op, lange, 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 op latere uh, leeftijd bij de dierenarts. Dus we zien jou vaak in de cafetaria door de week? Altijd. Oké, okay. oké. Okay, okay. Uh, Oké, okay. dus, dus uh, het is dus belangrijk dat je dus bij een puppy, dus, dus in het begin, even echt de juiste, uh, ja, echt even investeert in de juiste voeding. Um, in, in, ja, we hebben nu even overbroken, maar, maar, maar dan nog. Je, ja, je, qua merk, hè, zoals je, ik snap dat je, je wil geen merk noemen natuurlijk. Uh, je bent een onafhankelijk uh, persoon. Je, staat, je bent niet gebonden aan een merk, dus je wil je nu ook niet koppelen aan een merk. Dus dat, uh, dat kan ik hem ook, uh, kan ik hem ook begrijpen. Maar eh, eh, ja, hoe, hoe gaat iemand daarin navigeren in dat bos? Eh, hoe, hoe, hoe weet iemand nou dan, want ja, die, er zijn natuurlijk merken die heel veel reclame maken, bijvoorbeeld, die bijna overal dan aanwezig zijn. Eh, eh, nou, en de, de, daar kunnen we er een aantal van noemen, maar in feite, ja, dat hoeft ook niet per se natuurlijk, maar dat weet iedereen wel. Maar ja, is dat dan per se de, de, de brok die je dan moet kiezen? Kun je daar iets over zeggen? Ja, daar kan ik zeker wat over zeggen. Um, je hoeft geen merken te noemen om mensen een goede kant op te sturen, Dat heb ik wel geleerd de afgelopen jaren ook. Um, er zijn namelijk uh, in de branche een heleboel goede voedingsdeskundigen. Er zijn een heleboel betere dierenspeciaalzaken... waar je ze gewoon heel goed kunnen helpen met het uitkiezen van een brok. Je hoeft dit niet alleen te doen. Als je op internet gaat kijken, word je sowieso niet wijzer van. Maar er zit bijna in elke grote stad zit wel een goede dierenspeciaalzaak... waar je advies kunt krijgen. En um, mijn tip daarbij is: als je dus iemand vraagt om. Advies. Uh, let dan goed op hoe deze persoon uh, praat over voeding. Ja. Dus als ze alleen maar naar één merk praten, ja, dan is dat vaak niet een hele goede voedingsdeskundige, maar dan zijn ze met andere dingen bezig. Ja. En als iemand je veel vragen stelt, veel wil weten over de puppy, dan kunnen ze je daar ontzettend goed bij helpen. Maar het is net een beetje als bij een auto. Uh, niet iedereen heeft verstand van auto's. Dus wat doe je dan? Dan ga je naar een goede garage. Ja, ja. Maar goed, jij bent een voedingsdeskundige, dus uh, dit is een zaak. Dus we, zouden, we zijn nou net binnengelopen hier. Dus jij gaat dan. Uh, ik wil graag advies hebben over welke, welke brok ik mij puppy dan zou moeten geven. Wat zeg jij dan? Uh, dan ga ik eerst kijken wat voor puppy is het Het, ras is... het is een, een golden retriever. Een golden retriever. En hoe oud is hij? Hij is nu, uh, nou, hij is nu uh, tien weken. Dus we zitten nu op, nog op de puppybrokken. Maar we willen dadelijk graag naar een, naar een, nieuwe, naar een nieuwe brok toe. En dan willen wij graag weten van wat is daar nou echt goed, want het is heel belangrijk om te investeren in, die, uh, in het eerste jaar, toch? Dat heb je net geleerd. Ja. <laughs> nou, ik zou in ieder geval aangeven dat bij een pup van een groot ras, want Retriever is natuurlijk een grote hond, uh, dat je heel erg moet opletten dat uh, die goed in verhouding is. Dus dat betekent dat je een voeding moet geven waar ze echt over nagedacht hebben, dat ze een puppyvoeding hebben voor een groot ras. Dat, dat zou ik doen. Er zijn een aantal andere merken die dat niet per se doen, die wel in balans zijn, maar als je het niet weet, zou ik het daar zoeken. Dus een puppyvoeding voor een groot ras. Oké, okay, dus dan moeten op die site moeten eigenlijk staan van, oké, okay, een groot ras, uh, junior brokken staat dat volgens mij wel, of puppybrokken heet het dan, ja, 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 oké, ja. oké. Okay. Okay, nou, ik denk dat dat al wel een heel concreet uh, antwoord is. B wil je daar verder nog iets aan toevoegen aan dat verhaal over puppy's? Dus ik sta nu in jouw winkel. Wil je dan nog iets daaraan toevoegen, of is het dan nou eigenlijk al helder voor die persoon wat hij dan zou moeten doen als hij wat je nou net hebt gezegd? Nou ja, wat het lastige is met mijn werk, is dat er zijn inderdaad 250 merken uh, hondenvoeding op het moment te kopen. Dus het is, uh, het is te makkelijk om te zeggen, we schrijven alles af op drie merken na. Ja. Um, maar gebruik gewoon je gezond verstand en kijk gewoon goed naar wat voor hond je hebt. En kijk ook wat binnen jouw budget past. Want je kunt wel uh, iedereen een zak van 90 euro aansmeren. Maar dat, dat kan gewoon, heel veel mensen kunnen dat helemaal niet betalen. Ja. Maar de, um... Maar los, los daarvan eventjes, even qua, qua of wat voor budget die persoon heeft. Hè? Dus, dus die persoon staat nog in jouw winkel en is, dat dan, is, is daar het verhaal dan mee klaar? Van jouw advies uh, of, of uh, wil je die persoon dan nog meer meegeven? Even, we, we zitten nu natuurlijk even op, op de camera, dus je bent nu even... Dus nu, nu wil je geen merk noemen. Wanneer iemand in jouw winkel komt, adviseer je dan die persoon wel? Als die een goal retriever heeft, om, nou, dan zou, zou je dan wel zeggen van nou, neem dan uh, een, een, een Prins bijvoorbeeld of een ander merk? Ja, nou ja, dat is wel wat ik doe. Ik, uh, ik heb twee verschillende... Dan noem je wel een merk. Nou, ik heb twee verschillende. Uh, ik heb natuurlijk de winkel. En in de winkel heb ik te maken met mijn assortiment en adviseer ik daaruit. Maar als ik uh, uh, advies geef binnen mijn voedingspraktijk, dan ga ik kijken naar de wensen van die persoon. En dan ga ik ook kijken naar de verkrijgbaarheid bijvoorbeeld bij die persoon in de, in de buurt. Want je hebt er eigenlijk niks aan als je elke keer voor die zak voer uh, 80 kilometer moet rijden of hem online moet bestellen en hij is niet op voorraad. Ja. ja. Dus, um, maar de beste tip die ik meestal kan geven, is: kijk gewoon goed naar je hond. Een hond, een puppy mag niet te dik worden. Dat is iets wat ik heel veel zie. En te dik worden levert gewoon een heleboel problemen ook op met groeien. Um, een puppy mag best eens een keer een dagje niet eten. Als hij namelijk nog wel snoepjes eet en hij doet het voor de rest nog hartstikke goed, is het helemaal niet erg. Hoef je niet meteen iets anders te kopen en koop een voeding uh, van een bepaalde prijs. Dus ik zou niet direct een puppy op laten groeien op de allergekoopste voeding die er bestaat. En ik denk dat je dan al een heel eind bent. Verder um, koop geen voeding waar je betaalt voor de gratis voerbak, voerton, posters en een heleboel andere reclamateriaal. want dat betaal je zelf. Dus uh, niet te veel reclame, niet te veel gekkigheid, gewoon goed. We hebben het dus nu gehad over uh, verschillende soorten brokken. Hè. Dus of in ieder geval, uh, we hebben even wat wegwijs gemaakt voor diegene die nu een puppy heeft en die heeft zoiets van oké, okay, welke soort brok uh, ga ik nou uh, kiezen? Hebben we aangegeven van oké, okay, uh, ja, we kunnen geen merk noemen, maar we kunnen wel zeggen van kijk naar prijs, kijk naar hoe lang is, uh, is dat merk al in de markt, uh, hè? hoe lang bestaat dat merk al, wat, wat, wat doen zij uh, zelf aan onderzoeken, bekijk de site, uh, lees het even rustig door. Uh, maar vraag ook even ja, uh, wellicht aan, uh, aan vrienden of aan de dierenarts wat uh, daar advies. Probeer even gewoon uh, goed in te lezen wat, uh, ja, wat, wat voor jou het beste uh, is. Maar het is in ieder geval wel belangrijk dat je een uh, ja, goede kwaliteit brok kiest uh, voor een uh, puppy. Uh, en natuurlijk moet het binnen je budget passen, maar dat even terzijde. Nou, we laten dat even rusten het, het brokkenverhaal. Uh, we hebben dus nu gekeken naar, naar droge brokken, uh, natvoeding en uh, rauwe voeding. Dan even het volgende puntje is... Uh, je hebt dan ook uh, wat je steeds vaker ziet uh, terugkomen uh, op het internet ook. Ik heb het al uh, regelmatig nu uh, voorbij zien komen. Is vegetarisch uh, eten voor een hond? Uh, daar zijn naar mijn idee ook de meningen over verdeeld. Of dat nou wel of niet goed is. Kun je daar iets over zeggen? Jazeker, daar kan ik daar wat over zeggen. Uh, de meningen zijn inderdaad verdeeld over of het uh, goed of niet goed is. Uh, we weten uit wetenschappelijk onderzoek dat het kan. Je kunt een hond vegetarisch voeren. Alleen uh, puppy's... Is het een heel ingewikkeld verhaal? Omdat een pupje moet namelijk letterlijk nog gebouwd worden. En in vegetarische voeding zitten gewoon minder bouwstenen. Ja. Dat is dus voldoende als je al volwassen bent en je wil jezelf onderhouden. Dus een hond onderhouden op vegetarische voeding kan prima. Uh, maar echt bouwen, dus uh, op laten groeien op vegetarische of veganistische voeding, raad ik in ieder geval in mijn praktijk af. Het kan technisch gezien wel, ja. maar ik raad het af. Oké, okay, maar stel iemand die heeft dus nu een hond van een, uh, die is volwassen, die is bijvoorbeeld twee, drie jaar bijvoorbeeld. Hè, en die heeft zoiets van, ah, ik, uh, want dat zie je vaak bij mensen die zelf dan ook vegetarisch zijn. Hè, die hebben zoiets van, ah, ik wil dat mijn hond ook uh, vegetarisch uh, gaat eten. Dus die, die hond is drie jaar, dan kan het wel volgens jou. Of dat, dan, is, dan zou het wel uh, mogelijk zijn om dat, uh, om dat te doen. Ja, het is uh, sterk nog een van mijn honden eet vegetarisch of veganistisch zelfs. Um, dat heeft een andere reden dan alleen maar uh, niet willen voeren van dieren, maar ook een gezondheidsreden. Um, een volwassen hond, en dan zeg ik altijd bij zonder een verhoogde eiwitbehoefte, zoals we dat noemen. Dus sporthonden, dragende honden, hele actieve honden. Dan is het soms een beetje ingewikkeld. Maar voor een gewone, normale, volwassen huishond kan het prima. En wat, wat houdt dat precies in, vegetarisch? Uh... Eten, moet, die, moet die persoon dan nog ergens rekening mee houden of is het ook gewoon een, is dat ook in de vorm van een brok verkrijgbaar? Of, of hoe werkt dat zoiets vegetarisch uh, eten? Nou, het verschil, je moet een duidelijk onderscheid maken tussen vegetarisch en veganistisch eten. Vegetarisch eten betekent dat er geen vlees in zit. Nee. Um, maar veganistisch eten betekent dat er bijvoorbeeld ook geen ei in zit dus uh, dan, dan mag dat ook niet gebruikt worden. En uh, dus vegetarisch is wat makkelijker dan veganistisch, want een hond kan dus met ei wel weer heel erg veel. Uh, maar waar moet je als, uh, als eigenaar dan op letten? Uh, ik denk dat je vooral ook weer een, een, een goede, degelijke kwaliteit voeding die al lang op de markt is, Ja, dat klinkt een beetje als een flauwe excuus. Maar die merken hebben zich al wel bewezen. En daarbij moet je vooral heel goed blijven kijken naar je hond. Dus uh, wordt de vacht minder, groeien de nagels niet goed, of wordt de bespiering minder, ja. dan moet je daar wel echt even ingrijpen. Ja, ja. Is dat verkrijgbaar ook in een brok, of of niet? Ja, vegetarische voeding is juist uh, alleen maar verkrijgbaar in een brokvoeding of in een blikvoeding en okay. niet als rauwe voeding. Nee, nee, nee dat. Uh... <laughs> ah, je hebt toch ook uh, vegetarische hamburgers bijvoorbeeld? Ja, zeker. Ik denk ook wel dat het er gaat komen. Ik denk dat uh, zeg maar in het uh, uh, verlengde van de vegetarische slagen voor mensen, dat er ook wel een vegetarische verse maaltijd gaat komen voor, voor honden. Oké, okay, nou dan is de, de, de volgende vraag is eigenlijk die, die ook veel gesteld wordt aan ons, aan, aan puppygroepen, is van hoe vaak moet nou een puppy eten? Nou, naar mijn idee uh, is dat, uh, wordt het altijd geadviseerd om, om vier keer per dag te beginnen. Uh, vier verschillende momenten van de dag te beginnen. Maar uh, misschien goed dat jij daar iets over vertelt. Ja, we zien uh, dat uh, de puppies die bij de fokker vandaan komen, dat die vaak uh, hele verschillende adviezen krijgen. Um, mijn advies daarin is net eigenlijk met dat overstappen van de brokjes. om even, uh, als de puppy net is, om even het schema van de fokker aan te houden. Dat is hij gewend. Je ziet dat fokkers vaak vier, vijf keer per dag voeren. Ja. Um, voor een puppy ook gewoon heel erg geschikt. Worden ze wat groter, dus met een week of twaalf kun je vaak wel terug naar drie keer per dag voeren. Sommige puppies hebben wat langer, wat meer eten nodig. Dus die voer je wat vaker. Uiteindelijk, als een pup volwassen is, voer je. Meestal twee keer per dag. Je hebt net aangegeven van, uh, dat, je, dat je eerst even moet gaan kijken van wat de fokker doet. Hè? Dus als de fokker bijvoorbeeld vier, vijf keer per dag uh, de pub te eten, eten gaf. Dat, dat, dat kun je ook navragen aan de fokker natuurlijk. Uh, nou, dan is het slim om dat uh, door te blijven geven natuurlijk. Dus uh, vier keer om de dag of, of vijf keer dan, uh, wat het dan ook is. Nou Dan vervolgens kun je gaan kijken van, uh, gaf je aan van uh, wanneer de pup ouder wordt en hij, uh, ja, wanneer je merkt dat hij minder behoefte heeft, uh, aan vier keer per dag eten, dan, dan, dan zou je het kunnen afbouwen. Kun, kun je dat nog iets verder onderbouwen? Ja, nou ja, het is ook. Uh, puppy's eten natuurlijk zoveel. Naar verhouding van hun lichaamsgewicht, dat ze het eigenlijk onmogelijk in, in, in twee keer binnen kunnen krijgen. Ja, ja, ja. Dus dat is eigenlijk een van de redenen dat we zo vaak voeren bij jonge puppies. Uh, maar meestal is het met, een, met 12 tot 14, 15 weken kun je wel terug naar drie keer per dag. Ja. En dan zo langzamerhand, uh, afhankelijk van hoe hongerig de pup is, kun je uiteindelijk naar wat de meeste mensen doen, twee keer per dag. Ja, ja. Maar in feite mag je de pup ook gewoon of je hond altijd vier keer per dag eten blijven geven? Of is het juist beter om twee keer per dag eten te geven uiteindelijk? Nou, daar zijn de meningen ontzettend over verdeeld. Ik geef nog steeds mijn volwassen honden zeker vier keer per dag te eten. Waarom? Eigenlijk om een praktische reden. Dat als ik 's ochtends ze ochtend uitlaat, dan hebben ze zo'n honger dat als ik ze niet iets geef van tevoren, dan blijven ze de hele weg onderweg proberen te snijden. Dus dat zou een praktische reden kunnen zijn om vaker te voeren. En sommige honden verdragen het gewoon beter als je vaker voert. Dus er is niks mis mee om een hond vaker dan twee keer per dag te voeren. Je moet wel handig vinden. Ja, precies. Dat moet natuurlijk uitkomen in je, in je, in je tijdschema. Um, Oké, okay. dus, dus uh, goed, gewoon goed kijken naar, wat, uh, naar, naar, je, naar je hond. En op basis daarvan beslissen van, uh, of je nou wel of niet uh, gaat afbouwen op dat moment. Maar in feite hoeft het dus niet. Jij hebt een hond uh, die je nog steeds dan vier keer per dag eten geeft. Hoe oud is je hond? Zes. Nou, oké, okay, dat is geen puppy meer inmiddels. <laughs> okay. Wat ook veel gevraagd wordt, of wat veel mensen doen, is uh, dat, ze de, dat ze de voerbak er laten staan met, uh, met de brokken erin. En eigenlijk dat, ze de hele dag door, uh, dat de hond de hele dag door uh, ja, eigenlijk, uh, na, na naar zijn brokken kan gaan en uh, wil eten als hij dat, uh, als hij dat uh, kan of als hij dat wil. Uh, is, is dat handig of is het juist beter om gewoon echt vaste momenten te hebben dat de hond eet? Um, over het algemeen is het beter en makkelijker om uh, vaste momenten te hebben om je hond te voeren. Uh, er zijn een aantal redenen voor. Een daarvan is dat uh, meer dan 50% van de honden op het moment te dik is. Uh, dus de hele dag brokken laten staan lijkt me dan niet handig. Dan overeet hij gewoon. En uh, het is makkelijk als je hond op vaste tijden eet. Want op het moment dat jij dan bijvoorbeeld s'avonds weg moet, dan eet hij wanneer jij hem eten geeft. En dan gaat hij niet alles laten staan. Dus dan, dat is gewoon praktisch. Oké, okay, maar je geeft aan van dan, dan kan niet te dik worden. Maar als je het er gewoon een bepaalde hoeveelheid erin doet, wat hij dan ook eindelijk mag hebben. Dan, dan, dan zou die dus niet te dik kunnen worden, toch? Als je dat op, op die manier zou doen. Maar zou het dan nog steeds beter zijn om vaste momenten te pakken? Uh, als je het zo stelt, nee, dan heb je eigenlijk helemaal gelijk. Dan kan dat prima om, om het uh, te laten staan. Alleen is het vaak gewoon wat onpraktisch. Ik denk alleen als ik dat bij mijn hond zou doen, uh, dan eet hij alles in één keer op. Maar, <laughs> maar dat is misschien ook maar net waar de hond aan gewend is. Of ja, sommige honden die uh, eten nou eenmaal gewoon niet zo heel erg snel. Uh, maar als een hond gewend is om, uh, om de hele dag te hebben staan, ja, dan wordt hij ook een beetje luiig daarin. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, nou dan, dan is waar veel mensen ook wel uh, ja, last van hebben: is, is dat, dat de pub of, of al een oudere hond niet goed eet. Kun je daar iets over zeggen? Ja, nou vooral bij pups is dat eigenlijk een dingetje. Uh, als een uh, volwassen hond in één keer niet meer goed eet, dan moet je eigenlijk altijd even nalaten kijken of er niet iets mis is bij de dierenarts. Uh, misschien heeft hij wel een zere kies of voelt hij zich niet lekker. Uh, bij puppies is het wel iets wat we echt heel erg vaak zien. Een van de meest gestelde vragen bij mij in de praktijk is, mijn pup is een maand of zeven, acht en hij wil in één keer zijn eten niet meer eten. Dus toen hebben we hem wat anders gegeven en toen at hij weer wel. En dat at hij na twee dagen ook niet meer. Nou, mijn vraag is eigenlijk altijd: nou, eet de hond nog wel lekkers? Dat is de belangrijkste vraag die je dan stelt. Als hij dus zijn brokken niet meer eet, maar hij eet wel lekkers, dan weet je zeker dat hij niet doodgaat. En dat hij eigenlijk zijn eten niet zo lekker vindt. Um, maar honden leren dat super snel. Die leren heel erg snel: van, als ik dit niet opeet, krijg ik wat lekkers. Dus. dus het is zeker bij puppies heel belangrijk dat je je hond ook wat eten betreft gewoon een uh, soort van opvoedt. Dus. Maar, maar hoe doe je dat dan? Nou, als hij, als hij het niet opeet, dan kun je gewoon na vijf minuten of tien minuten de bak weghalen. En gewoon wachten tot de volgende maaltijd. Dat is helemaal niet zielig, daar gaan ze niet dood aan. Maar het is wel slim. Het is gewoon eigenlijk consequent zijn en ook een beetje streng eigenlijk? Een beetje wel, ja. Oké, okay, maar en hoe lang mag je daarmee doorgaan? Dus, dus stel voor de, in de avond heeft hij dus niet goed gegeten of hè, eet hij niet op en uh, haal je na tien minuten de bak weg. Uh, in de ochtend uh, gaan we er even vanuit dat hij ook niet goed eet. Uh, ja, wat is daarin het advies? Want je moet natuurlijk met een puppy enigszins wel een beetje oppassen. Dat hij, natuurlijk is het, is het, zal het niet heel ernstig zijn als hij een keer een maaltijd overslaat. Maar hoe vaak mag dat gebeuren? Nou, in principe uh, slaat een puppy niet vaker dan één of twee maaltijden over. En dan moet je eigenlijk wel even contact opnemen met de dierarts om te kijken of er niet iets mis is met de puppy. Maar wat mensen heel vaak vergeten, en dat is wel interessant om even te vertellen, is dat uh, een puppy vaak niet de rust heeft om te eten. Wat heel erg belangrijk is, is dat als je een puppy eten geeft, dat hij dat op een rustige plek waar hij niet de hele tijd aan langs loopt, waar hij geen last heeft van alle kinderen. Uh, want uh, sommige puppy's kunnen gewoon helemaal de focus niet opbrengen om even rustig te gaan eten. Dan heb ik nu nog een aantal vragen van, uh, van jullie gekregen. Krijgen. Dus uit de Facebookgroep, uh, die vragen ga ik, ik weet niet of ik ze allemaal kan, uh, kan beantwoorden, maar ik ga mijn best doen. Het is, uh, hangt er een beetje vanaf uh, hoe lang het duurt. Uh, maar ik ga mijn best doen, ik begin met de eerste vraag, ik lees hem gewoon voor als je dat goed vindt uh, Lotte. Uh, hier is een vraag, uh, vraag van Yvonne en uh, de vraag is, uh, vanwege Pepper, haar gevoelige huid, uh, krap zoveel, heeft ze rode vlekjes, uh, geven wij nu Renske zalmbrokken? Graafvrij staat er nog bij. <laughs> dit gaat erg goed. Uh, de vraag is hierbij: kun je dit jarenlang geven of is dat te eenzijdig? Ze krijgt ook af en toe een paarden koukluif en allerlei visnacks. Ik hoor het graag. Dus uh, nogmaals: uh, Renske zal hem brokken geeft Ze nu graanvrij. Haar vraag is of je dat dus jarenlang kan geven of dat uh, ja, of dat dan uh, te eenzijdig is. Het is een hele goede vraag. Um, in principe is het zo dat alle brokvoedingen die je in Nederland kunt kopen zijn, uh, zoals we noemen, complete voedingen. En complete voedingen kun je een leven lang geven uh, in theorie, zonder dat er tekorten optreden. Oké, okay, nou, dat is een duidelijk antwoord op de vraag, denk ik. Hier heb ik een vraag van, uh, van Joy. En uh, Joy die vraagt, uh, ze, ze geeft aan, ze geeft ook een Renske hondenvoer. Um, maar kun je dan ook de verschillende smaken zonder problemen afwisselen? Is de vraag. Ja, nou ja, dat is uh, eigenlijk helemaal geen probleem op het moment dat een hond uh, dat goed verdraagt. Dus je moet wel even goed kijken naar je hond. Uh, sommige honden kunnen wat moeilijk overweg met constant wisselen van voer en raken daar een beetje van aan het diarree. Als dat bij jouw hond niet het geval is, is het juist heel erg fijn om af te kunnen wisselen. Het is ook gewoon makkelijk als er een bepaalde soort niet op voorraad is of als je een keer op vakantie bent en je kunt hem je eigen voer niet krijgen. Dus ik zou, als het kan, zou ik er gebruik van maken. Nou, Oké, okay, duidelijk antwoord. Daarnaast uh, is dezelfde, in dezelfde vraag stelt ze nog een vraag. Ze zegt. Uh, ik las gisteren op het internet toevallig dat honden die graanvrij voer eten hierdoor op oudere leeftijd last kunnen krijgen van hartproblemen. In hoeverre uh, klopt dat? Oei, dat is, uh, dat is wel een heel actueel onderwerp inderdaad. Uh, uh, het gaat om een bepaalde hartafwijking. Uh, waar waar Joy het nu over heeft. En um, dat is. Uh, op het moment wordt er heel veel onderzoek naar gedaan. waar dat precies vandaan kwam. Um, het is niet zozeer per se graanvrij waar dit over ging. maar het ging ook over een bepaalde voeding. die graanvrij is. Um, hier zijn de onderzoeken nog lopend van. Ik zou niet per se zeggen dat honden van graanvrije voeding hartproblemen krijgen op latere leeftijd. Zo simpel is het niet gesteld. Dit gaat over een bepaalde soort voeding, langer termijn, bij bepaalde honden. En uh, dus je hoeft niet meteen heel erg bang hiervoor te worden hoor. Maar moet, moet die persoon nou actie ondernemen als die dat. Uh, volgens mij heb je het ook een bepaald merk dan, die dan in de nieuws is geweest. Uh, en dan moet die persoon actie ondernemen nu, zou jij zeggen of niet? Nou, wat ik eigenlijk net in het eerste deel van de vraag ook zei, is dat afwisselen is eigenlijk gewoon altijd verstandig om te doen. Um, er zitten voordelen aan gaan vrij, er zitten dus ook nadelen aan gaan vrij, of in ieder geval mogelijk. Dus ik zou, als je af en toe afwisselt van voeding, dan loop je helemaal niet veel kans op dit soort dingen. Ik heb hier uh, nog een vraag van uh, Marielle de Jong en haar vraag is: uh, iedereen raadt hier volmondig farmfood aan. Wat is jouw mening hierover, Lotte? Ah, een mening over een merk. Dat, is, uh, dat doe ik niet zo heel erg vaak. Uh, bij Farmfood durf ik dat eigenlijk best wel te doen. Farmfood is een Nederlands fabricaat, dus dat is een, uh, een, een vrij oud bedrijf al. Maakt al heel erg lang uh, hondenvoeding. Ze hebben een bepaalde filosofie. En hun filosofie is dat zij maken één soort hondenvoeding: uh, die eigenlijk geschikt is voor pups en volwassen honden. En uh, mijn ervaring met deze voeding is dat hij prima is, dat het een betrouwbaar bedrijf is en dat uh, er een heleboel honden zijn die het prima doen op deze voeding. Dus ik kan eigenlijk niet meer zeggen dan: volgens mij is er niet zoveel mis mee. Oké, okay, nou, duidelijk antwoord op de vraag. Dankjewel. Hier een vraag van Catharina. Uh, van ze heeft een pub van vijf maanden en ze krijg, uh, de pub krijgt droge brokjes van Yara. En ze geeft haar uh, verschillende trainingsnoepjes. Nu is haar vraag: mag ik haar ook af en toe vers uh, uh, mag ik haar ook af en toe vlees geven? En ik hoor ook nog wel eens rauw vlees. Mag dat ook? Nou, ja, daar hebben we net al een beetje wat over gezegd in het interview, maar misschien kun je daar nog even kort uh, toelichten op de vraag. Ja, wat, uh, dat mag zeker. Je mag dus verschillende soorten voeding door elkaar geven. Er uh, werd heel lang gezegd dat dat niet mocht. Het is een beetje achterhaald. Het enige wat ik hier wel bij wil zeggen is dat als je pupje vijf maanden is, dan is het heel erg belangrijk dat de voeding in balans is. Dus dat betekent dat je wel vlees bij mag geven, maar dat ook het vlees wat je bij moet geven moet eigenlijk compleet zijn. Dus dat moet een volledig vlees zijn en niet alleen maar kipfilet of alleen maar rundvlees. Dat, dat is denk ik het belangrijkste. Maar joh, wissel lekker af. Doe. Ja, ja. ja, en daarnaast, wat we uh, ook al net hebben aangegeven in het interview, dat het, uh, dat het wel van kwaliteit vlees moet zijn. Dus uh, ja, bekijk goed uh, uh, dat dat ook echt zo is. Uh, vooral in de eerste jaar van een uh, pub, wat jij hebt aangegeven, dat dat erg belangrijk is. Uh, dan heb ik hier nog een vraag van, uh, van Lodi. Morgen uh, mogen wij onze Malt Maltese pub ophalen, negen weken jong. Nou, superleuk uh, Lodi. Veel plezier erbij. <laughs> ik heb een uh, voedinglijst gekregen waar ik, uh, waarbij ik onder andere de brokken Royal Canin Junior. Uh, een half uur moet laten wellen in gekookt water. Uh, dit moet mengen met gekookt gehakt en twee theelepels Caesar. Uh, en dit vier keer per dag. Is dit vrij standaard, uh, gezond en goed voor puppy's? Of mag ik daarvan afwijken omdat ik het gewoon best wel uh, ja, veel voorbereidingswerk vind? Uh, zonder concessies te doen aan de goede voedingsstoffen. Dus uh, ja, dat is eigenlijk de vraag. Uh, ja, uh, goede vraag eigenlijk wel. Uh, ik krijg wel vaker de vraag van, van mensen die net een pub hebben gekregen van: goh, de fokker geeft een bepaald menu. En die menus kunnen af en toe best ingewikkeld zijn, ja. net zoals in dit geval. Um, als je mijn mening wil over dit specifieke menu, zou ik er denk ik eerder voor kiezen om één van deze dingen te geven. En dan zowel de brokjes uh, als wel een kuipje. Um, maar... Een kuipje? Ja, het kuipje César. Sorry, het aluminium kuipje met César erin. Dus dat is een blik voeding. Um, het enige vraagteken wat ik heb is bij het gehakt. Omdat gehakt is namelijk alleen maar vlees. Dat is dus niet een complete voeding, zoals ik ook net in de vorige vraag zei. Uh, dus dat zou het een beetje uit balans halen. Mijn voorkeur zou zijn om uh, op den duur... Uh, dus wat we al zeiden, eerst even op deze voeding te blijven en dan niet al te lange tijd wachten om over te stappen en te kiezen voor één soort voeding. Dus dat antwoord komt je ook goed uit, omdat je dat ook eigenlijk wel graag wil, wat eenvoudiger. Maar dat zou ook in dit geval mijn advies zijn. Ja, dus wat we net eigenlijk ook hebben besproken: hè. stel je zou kiezen voor, uh, voor vlees, als je dat zou willen. Hè. Kies dan inderdaad voor een complete vleesvoeding. Uh, uh, van goede kwaliteit. Hetzelfde geldt voor de brok. Hè. Kies dan voor een goede brok uh, van goede kwaliteit. Wat we ook in het begin van het interview hebben besproken. Uh, dus dus hè, inderdaad, het antwoord. Uh, het hoeft inderdaad dus niet zo complex te zijn. als uh, wat nu is. Maar uh, blijf hier wel eventjes mee doorgaan. vier weken. Hè, wat jij toen hebt aangegeven van. Uh, uh, als je pup hebt van acht weken. dat na twaalf weken. dat je dan langzaam uh, gaat, gaat combineren. Oké, okay, in dit geval niet. We gaan, het, we gaan het heel even nuanceren. Ja, ik zou in dit geval, zeker omdat gehakt is, best wel uit balans. zou ik dit niet langer dan een week zo blijven geven? En dan zou ik misschien zelfs alleen de brokjes gaan geven die je nu krijgt. en die nog even vier weken doorgeven. en dan overstappen op een andere voeding. Oké, okay, nou bedankt voor deze nuance. Oké, okay, dan hebben we nog een vraag van Jolanda. En Jolanda stelt de vraag: vanuit vroeger gaf je gekookte rijst met gekookte kip aan je hond bij maag en of daarme, wanneer die van slag zijn? Uh, dit schijnt achterhaald te zijn, klopt dat? En wat geef je dan wel in zo'n situatie als je hond dus last heeft van, van zijn darmen of de maag? Als dat dus niet meer uh, de bedoeling is. Op het moment dat een hond last heeft van zijn maagdarmen en meestal hebben we het dan over diarree. In veel gevallen wordt dat dan ingezet, kip en rijst. Um, zou ik juist helemaal niet veranderen van voeding? Want op het moment dat jij gaat veranderen van voeding. heb je eigenlijk best wel weer een grote kans dat uh, het hondje van slag raakt. Uh, en dat is ook waarom het een beetje achterhaald is. Uh, er werd er ooit gezegd: van ja, kip is licht verteerbaar en rijst ook. Um, maar het wisselen van voeding levert eigenlijk vaak veel meer problemen in zo'n geval op. Um, vaak is het voldoende om even wat minder. Eten te geven of zelfs even een maaltijdje over te slaan om de boel rustig te krijgen. Denk er gewoon aan, als je zelf uh, een beetje van slag bent, dan wil je dat ook liever niet. En dan gewoon langzamerhand gewoon weer iets meer van dezelfde oude voeding die je altijd geeft. En Ik heb dat uh, onlangs uh, toevallig ook zelf met mijn hond gehad, die had ook uh, diarree en toen hebben, ze, hebben we dat dus bij de dierarts uh, nagevraagd en uh, zij gaven het advies om ook uh, een bepaalde brok uh, te geven die, die specifiek was voor, voor diarree dan ook. Dus toen zijn we even een hele van, van merken geswitcht. Um, is, dat, is dat iets wat, wat, wat jij ook kent of herkent? Nou, het ligt een beetje aan de oorzaak van de diarree. Als iedereen kan wel eens gewoon een dagje ziek zijn. Elk hondje natuurlijk ook. En dan zou ik niet geneigd zijn om te wisselen van voeding. Uh, wat ik net zeg, dat levert vaak alleen maar meer problemen op. En het is helemaal niet nodig. Iedereen is wel eens even ziek. Kijk, bij ernstige problemen, langdurige problemen, dan vind ik zo'n advies van een dierenarts wel goed. Ja. Oké, okay, nou duidelijk. Nou, hier heb ik nog een vraag van, van Femke. Dat is de ene laatste vraag: uh, Femke vraagt, uh, is rauw eten kip. Vis, eieren, groenten, goed om af en toe te geven. Uh, dit lijkt soms ook een movement te zijn. Wat is daar een wijs? Nou, uh, je hebt hartstikke gelijk. Het is ook een soort van movement. En uh, wat daarin wijs is. Nou, er zitten maar weinig kanttekeningen aan. Je kunt in, in principe van allerlei voedingen door elkaar geven. Uh, dat is niet zo erg. Het enige wat je niet mag doen is als jij normaal brokjes geeft, om dan een hond in één keer rauwe botten te gaan geven. Dus uh, je mag geen kippenbotten gaan geven of karkasjes gaan geven. Want een hond die je normaal brokjes krijgt, kan dat niet goed verteren. Maar voor de rest af en toe een keer een eitje bij, af en toe wat groente bij. Dat mag zeker. Uh, let bij een kleine puppy wel even op dat het allemaal in balans blijft. Dus niet. Niet te veel, niet te vaak. Ja, dus bij een puppy uh, is het misschien uh, wellicht niet zo handig om allerlei dingen te gaan afwisselen. Probeer daar ja, constant uh, te blijven, denk ik. Hè? Dat, dat, uh, dat dat een beetje het advies is. En wanneer je hond eenmaal volwassen is, dan zou je wat, uh, wat dingen kunnen gaan uh, afwisselen. Ja, dat mag zeker. En uh, dat vindt de hond vaak heel erg lekker. En het is ook gewoon leuk om te doen. Oké, okay, nou, dankjewel. Nou, dan de laatste vraag van, uh, uh, van Maiken. Um, en Maaike vraagt, brokken of vlees? Mijn hond eet, eet brokken en poepen heel veel. Het schijnt dat ze met vlees minder hoeven te poepen. Maar wat is ook gezonder? En dan uh, dat, dat geeft ze nog als uh, toelichting bij, en graanvrij. Men zegt dat tarwe in brokken leidt tot verhoogde kans op kanker. Uh, terwijl graanvrij dan weer leidt tot verhoogde kans op hartklachten. Wat vindt zij? Dus ja, het zijn eigenlijk, de vragen zijn tweedelig. Uh, ja, brokken vers vlees, dat hebben we eigenlijk net al uh, in het begin van het interview ook al behandeld. Toen heb je aangegeven van dat wanneer, uh, ja, wanneer het vlees echt van zeer goede kwaliteit is en uh, gemixt is met... Ja, kun je dat nog even kort toelichten hoe je dat zei? Ja, als je een diepvriesvers vlees geeft, dat is het minst verwerkt. En als je dit geeft van een hele goede kwaliteit en daar zit een vitamine en mineralen premix voor de zekerheid in... Ja. Dan is dat de minst bewerkte en de meest natuurlijke voeding. Um, maar een brok kan zeker net zo goed zijn. En de, de vraag die zij stelt is heel interessant. Want dit hoor ik natuurlijk vaker. Mensen zeggen, ja, maar op vers vlees poept mijn hond veel minder. Dat is eigenlijk heel erg logisch. Want in, in planten, in plantaardig materiaal, wat er dus in brokjes zit en niet in vlees, daar zitten celwanden in. En die celwanden zorgen voor meer Ontlasting, meer poep. Dat is helemaal niet erg. Dat is helemaal niet schadelijk. Het is alleen wel meer poep. Dus als jij een Deense dog hebt, is het veel, of een Duitse dog, is het veel leuker om vers vlees te geven als je de drollen op moet ruimen. Maar is het beter of is het slechter? Niet per se. Nee. Oké, okay, nou in ieder geval, dit waren de vragen. Superleuk dat jullie die vragen hebben gesteld. En uh, ook bedankt Lotte dat jij die vragen hebt kunnen beantwoorden. Uh, Subizo, bedankt uh, voor het uh, ja, gehele interview dat we hier even mogen komen om. Uh, omdat uh, jij even de kennis met ons, uh, ons deelt. Um, ik wil eigenlijk hier het interview afsluiten. Maar voordat ik dat doe, wil ik eigenlijk nog even graag aan jou vragen. Van, missen we nu nog iets? Heb je nog zoiets van: oké, okay, uh, dit wil ik nog even als laatste advies meegeven. Of heb je zoiets van: hé, hey, uh, ja, de vragen die we zojuist gesteld hebben: van dit is ook nog even belangrijk om het toch nog even te benoemen. Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat, ondanks dat, uh, dat iedereen op internet een mening heeft en dat je heel veel informatie kunt vinden, laat je vooral niet ontmoedigen. Um, je doet het niet heel erg gauw fout en je mag gewoon kiezen wat jij fijn vindt. Of dat nou brok is of vers vlees is of blikjes is. Kijk, als er een probleem is, dan lossen we dat op. Er zijn genoeg mensen die daar verstand van hebben. Maar doe gewoon wat je fijn vindt ook. Oké, okay, nou dan wil ik hierbij het interview afsluiten. Dan als laatste nog heel eventjes uh, uh, voor de mocht mocht er een dieren als praktijk zijn die aan het kijken is, hè, want ik denk dat dat een beetje jouw doelgroep is ook, hè, van uh, onder andere natuurlijk. Wil je daar nog iets uh, tegen zeggen? Waar kunnen zij bijvoorbeeld terecht om, om om meer informatie over jou te krijgen, over de diensten die jij aanbiedt, uh, uh, voor hen? Kun je daar nog heel even iets, uh, iets over zeggen? Ja, nou ja, mijn uh, winkel, mijn inloopwinkel is de, de Groene Hond. De Groene Hond zit in Zutphen. En uh, daar geef ik ook meer informatie voor dierenartsen en dierenartsassistenten. Over hoe kun je nou beter je klanten uitleggen hoe voeding in elkaar zit en wat we aan het doen zijn. Ja, oké, okay, nou helder verhaal. En je hebt ook nog een website, toch? Van de, naast de, naast de, de Groene Hond. Ja, mijn uh, eigen website is lotuslogica.nl En daar geef ik meer uitleg over mijn, uh, mijn lesgeven. Oké, okay, nou, alle informatie die we ook uh, genoemd hebben in het interview, dus linkjes zoals uh, de website uh, de websites van Lotte, die staan in de omschrijving van, uh, van deze video. Um, het lijkt me leuk als je ook heel even een reactie achterlaat in deze video, waarin je ons vertelt uh, wat jij de hond gaat geven of nu geeft en waarom je dat doet. Natuurlijk is ook leuk om te weten. En, uh, nou, bedankt voor het kijken. Ja, dank jullie wel. Oké, okay, doei, doei.